any kind of man. De herfst komt schoorvoetend nader. Mensen gaan hun tuinwinter klaarmaken. Al te gretige groeiers onder de planten worden gescheurd. En het zijn er bijna altijd te veel. Dan is het tijd voor de halfjaarlijkse plantenruil van Groei en Bloei. Zoals altijd bij de kinderboerderij Beeklust. Zoals je ziet hebben we heel erg veel mensen die planten komen ruilen. Zoals elk halfjaar in het voorjaar en in het najaar. En mensen die nemen plantjes mee die ze over hebben. En die zetten ze neer en andere mensen die komen ze ophalen. Dat is eigenlijk het hele simpele verhaal. Het ouderwetse ruilen. Het ouderwetse ruilen. Maar er zijn spelregels bij, hè? Tuurlijk, spelregels zijn er altijd. We beginnen met het plantjes uit te stallen. Dan gaan alle mensen achter een denkbeeldige lijn. Achter de lijn? Ja. Ik word achter de lijn En we leggen even de spelregels uit. Het spel gaat als volgt. Zo gauw het startschot geklonken heeft, mag je naar je plantje die je het eerst graag zou willen hebben. En je neemt ook maar één plantje mee en die breng je naar je eigen kratdoos. Kijk goed uit, want er heel veel kratten lijken op elkaar. Ik heb het zelf ook al een keer gedaan, dat ik iemand anders krat meegenomen had, hè Annemarie? Ja. En dan is het de bedoeling dat je weer terug gaat en weer een volgend dingetje ophaalt. Ik weet dat we twee handen hebben, maar het zou toch wel aardig zijn dat we het gewoon bijeen houden en dat iedereen ongeveer gelijke kansen heeft. En op is op. Op is op. En meestal is het ook op, hè? Ja, meestal is het op. Het is eigenlijk maar zelden dat we een plantje uiteindelijk weer mee moeten nemen die we zelf meegebracht hebben van huis. Maar het is echt ongelooflijk om te zien als mensen komen, hoe enthousiast. En als dan het denkbeeldige startschot gevallen is, dan een kwartier later is alles weg. En dan gaan we naar koffie. Ik pak hem even, want ik maak er geen voordeel van. Voor geen remming. Mijn meisje.
In het kader van de Kinderboekenweek was er vandaag in de Biep een waar griezelfeest. De kinderen werden voorgelezen uit spannende boeken en onder het genot van een drankje en een suikerspin werd het een heel festijn. In dat doosje zit de kroon voor de koning, want die is jarig. Ik moet naar het paleis. En, zegt het vrouwtje, die kroon wordt door een monster bewaard. Beetje mooie ogen. Mooie kleur ogen. Welkom in ons spookhuis. Het Prentenboekjesfestival deed zondag Hof 88 aan. Vroeger heette het het Peuter- en Kleuterfestival. De ochtend was speciaal voor peuters van 2 en ouder en Marianne van Houten speelde voor hen in de kapel de voorstelling Nijntje op de fiets. Middag speelde Mariska Simon het Muizenhuis in de theaterzaal. Voor jou is het rotzooi, maar ik vind het zo mooi, het is muziek en poëzie. Volle, iets anders wil ik niet. De Bibliotheek Almelo verzorgde de workshop Knipper de Knip. En Kaliber Kunstenschool deed de workshops muziek met peuters, danspret, toneelpret en knutselpret. De hele dag konden kinderen geschminkt worden en bij de lunch waren er natuurlijk poffertjes. Ik ga wat anders. Nee, we gaan hier naartoe. Voor en na de voorstellingen stapten de kinderen de prentenboekenstad binnen, waar ze allerlei huisjes van figuren uit prentenboeken konden vinden. Ja.
gooien. Is wel te klein voor mij. We staan hier op die prachtige markt in de kerk, terwijl het buiten mooi weer is. Ja, maar je moet van alles regelen, kraampjes regelen. En we hebben 2 zaterdagen achtereen gehad dat het heel slecht weer was. En toen hebben we gezegd van nou, er zijn een paar activiteiten buiten op het plein. En de rest doen we toch binnen voor alle zekerheid. En het is ook het verbindende met de mensen van buiten, ook de kerk in, is ook een van de belangrijke punten die we hiermee willen bereiken. Het is vooral georganiseerd met het goede doel voor Nomen Nescio. Dat is een organisatie hier in Almelo die opkomt voor kinderen die het nodig hebben in de zin van die niet een extraatje kunnen krijgen omdat ze in moeilijke gezinsomstandigheden leven. En daar willen wij graag wat aan doen. Dus de opbrengst van deze dag is geheel aan Nomen Nescio. Dat wij de opbrengst van vandaag gewoon aan een goed doel wilden geven. En dit leek ons een prachtig iets voor de kinderen in de stad die een extraatje kunnen gebruiken. Het kunstwerk van Rino Perdon, dat hij in 1951 maakte, bestaat uit 3 onderdelen. Een sculptuur in de tuin, die de toegang naar Hof 88 markeert, publicatieborden met verlichting en een 2-tal ornamenten op het gebouw. Te zien voor de muziekschool aan de Hofkampstraat. Feel that I'm ready to be complete.
was enchanted for quite a while. Now I'm ready to be complete. Slowly, my fear is fading. When I think of losing what took over me, slowly, I embrace the moment. When I reconsider who we truly are, show me what it's like to feel me. Show me what it's like to feel me. The sun and rain, 'cause I'm ready to be complete. Slowly, my fear is fading. When I think of losing what took over me, slowly I embrace the moment. When I reconsider who we truly are, show me what it's like to feel. It's like to feel me.
Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.